Vandaag de gast Urgenda-directeur Marjan Minnesma. We gaan eens kijken naar wat misschien... Ja, Nederland heeft het Urgenda-doel gehaald. Moet u tevreden stemmen, toch? Je bedoelt die 25% minder uitstoot. Nou, dat was de onderkant van de bandbreedte om onder de 2 graden te blijven. Want wij zijn begonnen. De 5,5 ga je ook over. Nou nee, we zijn natuurlijk helemaal niet op weg om onder de 1,5 graad te blijven. Dat was gewoon in 2012 de onderkant van een bandbreedte. En daarna hebben we gezegd, nou ja, 2 graden is eigenlijk veel te veel. Bij 2 graden is al het koraal dood. Bij 2 graden kun je in de Sub-Sahara niet meer leven, enzovoort. Dus het doel is nu 1,5. Nou, daarvoor was het niet genoeg. Ik ben blij dat ze eindelijk na 5 jaar dat doel hebben gehaald, mede door de coronacrisis. Het jaar daarna niet, 2021 was het weer niet gehaald. En nu zitten we op koers. Maar eigenlijk was ons doel natuurlijk al veel te weinig voor de 1,5 graad. Ja, dus toch nog niet tevreden? Nou ja, ik denk dat niemand de wereld wil waar we op afstevenen. Dus ik denk dat we echt met z'n allen harder aan de bak moeten. Ja. Toch, in de mensen die u ontmoet, daar zal iedereen het met u eens zijn of daarvan overtuigd zijn. Maar als ik dan kijk dat in 2030 moet de CO2-uitstoot met 55% zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990, dacht ik. 2050 moet Nederland dan klimaatneutraal zijn. Gaat het lukken? Op dit moment niet. Ik denk wel dat er nog veel meer vervelende dingen gaan gebeuren, rampen. Dat we op enig moment wakker worden. En dan denken, à la Oekraïne en corona, shit, we moeten veel harder aan de bak. Dat is dan duurder dan als je op tijd was begonnen. Dus dat is het dommere ervan. Kijk, we moeten nu investeren, maar uiteindelijk is de samenleving die draait op duurzame energie goedkoper. En uiteindelijk ben je dan ook minder afhankelijk van allerlei landen waar je niet afhankelijk van wil worden. Dus ik denk dat we in een betere situatie komen, maar we moeten op tijd investeren. En doordat we zo lang wachten, wordt het straks vele malen duurder. En dan moet het nog veel ongeregelder, à la corona, dat je ineens rare dingen gaat doen. Ja, dan wordt het heel erg onrustig. En dat komt door onszelf. Als we in 1990 of 1992, toen wij het klimaatverdrag tekenden, waren begonnen met 4% besparen per jaar, dan waren we gewoon keurig op koers, was er niets aan de hand geweest. En in plaats daarvan hebben we gewoon als wereld elk jaar gewoon meer uitgestoten in plaats van minder. Ja, dan krijg je direct gewoon een hele scherpe crash. Ja. En dat wat er dus gaat gebeuren, nou ja, niemand kan de toekomst voorspellen, is dat we op een gegeven moment worden gedwongen om maatregelen te nemen, zegt u. Ja, er komen steeds meer gebieden die niet meer kunnen blijven bestaan, of door te veel droogte, of door de zeespiegelstijging, of door allerlei klimaatrampen. En dan, ja, als dat een keer op een paar plekken gebeurt waar de machthebbers huizen, dan denken we ineens van, misschien toch aan de bak. Ja, ja. Over die machthebbers gesproken, we zitten vlak voor die verkiezingen van 22 november. Op welk vlak heeft het klimaatdoel volgens u tekortgeschoten? Bedoel je bij de nieuwe partijen? Ja. Nou, ik vind dat er in ieder geval nu veel te weinig over wordt gepraat. Ik lees staatjes waarin gewoon 75-80% van de mensen ongerust zijn. Er waren natuurlijk gisteren 85.000 mensen op de been. Ik denk dat het lang geleden is dat er zoveel mensen op de been waren voor dit onderwerp. Dus dat zegt dat het wel leeft in de maatschappij. En het zou eigenlijk gewoon normaal moeten zijn voor links en rechts om dat te gaan doen. Want uiteindelijk kom je beter uit. Maar ja, je moet er wel voor investeren. Maar is de politiek wel behept om dit eigenlijk op te lossen? Dat is natuurlijk korte termijn vaak, wat je ziet in Den Haag. En klimaat is nou juist iets waar een lange termijn oplossing voor nodig is. Of een lange termijn visie. Ja, we hebben natuurlijk voor de dijken en zo een delta-commissaris. Die kijkt ook lang vooruit. Hoe gaat het met die zeespiegelstijging? En wat moeten we dan investeren de komende 100 jaar? Dat zou je eigenlijk voor de energietransitie ook willen. Gewoon een club een beetje apart van de overheid. Wel met een mandaat en randvoorwaarden van de overheid. Maar die gewoon verstand van zaken hebben. En dan gaan bedenken van nou, zo en zo moeten we bewegen. En dat dan ook gewoon in orde gaan maken. En ik denk dat de politiek op dit moment daar niet zo heel goed toe in staat is. Het mist heel veel kennis bij ministeries op de verschillende gebieden. En ook doorzettingsmacht. Ja, wat merkt u het aan dan? Nou ja, omdat ik daar gesprekken voer. Er is enorm veel wisseling van de wacht. Elke keer komen er weer nieuwe mensen op belangrijke functies. Dat zijn vaak mensen zonder een beta-achtergrond. Dus die moeten eerst helemaal ingewerkt worden. En dat duurt best lang voor je het snapt en ook doorhebt van, ja, deze meneer overdrijft altijd, die is redelijk. Voordat je het veld kent, als je er niet van binnenkomt, duurt te lang. En dan zijn ze een paar jaar effectief en dan gaan ze weer weg.
Ja, dat is eigenlijk niet oké. Okay. Dus je wilt mensen met verstand van zaken, een brede groep, ook ondernemers, die gewoon denken van, die in zo'n groep zitten en zeggen van oké, daar moeten we in gaan investeren. En we gaan het zo en zo voor elkaar krijgen. En dat je dus gewoon de middelen hebt om te helpen met die investeringen. En ook om vergunningen te verkorten, om de financiële wereld bij de les te houden, et cetera. Ja, er zou een soort delta-groep moeten komen kennis, mensen met kennis die dit probleem gaan tackelen. Ja, en dus niet alleen boekenwijsheid, maar ook echt mensen uit de praktijk. Die weten hoe je echt iets binnen 10 jaar op poten zet en realiseert en omdraait. Bent u dus bij Rutte geweest, hè, een torentje? Ik ben daar 2 keer geweest in mijn leven. Ja. Niet een torentje, maar op zijn ministerie. Nou, ministerie. Als nou straks een nieuw kabinet is, hoe snel denkt u dat u aan de beurt bent met een nieuwe premier? Nou, ik denk dat dat niet vanzelf gaat gebeuren. Dan zou ik dat echt heel expliciet moeten vragen. En ik denk dat in dit geval was ik redelijk snel bij hem, omdat we toen net die klimaatzaak hadden gewonnen. Mm-hmm. Ik denk dat een nieuwe premier die noodzaak minder voelt. Dus, maar ik geloof ook niet dat dat voor mij het allerbelangrijkste is. Nee? Nee. Kijk, dat is dan in 1 keer pessimistisch. Nee, ik werk liever gewoon met de bedrijven zelf. En ik ben bezig met de oplossingen dan dat ik nou per se praat met een premier die dan zegt van ja, ik heb maar algemene zaken. Je moet naar de vakministers. Rutte, die duwde alles naar de vakministers toe. Dus die zei aan mij, heb je eigenlijk niets. Wie hoopt u als premier eigenlijk daar aan te treffen bij algemene zaken of een torentje? Wie heeft het meest luisterend oor? Van alle mensen die nu in de politiek zitten? Die kans maken. Die kans maken? Nou, ik denk dan toch Timmermans. Ja? Die heeft het meest met klimaat van degene die nu hun partij leiden, volgens mij. Die kans hebben. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk partijen die minder kans hebben, die nog beter zijn. Ja. Ja. Morgen is mijn gast Dick Hoordijk, hij is topman van de Agrifirm. Dan gaan we het hebben over de uitstoot van de landbouwsector. Ik zei het al. Mag ik hem een kettingvraag stellen? Wat zou je van hem willen weten? Ja, nou, wij gaan komende maanden komen met een nieuw rapport. Dat gaat over landgebruik. En dat gaat over, we gaan naar 1/3 dierlijke eiwitten, 2/3 plantaardige eiwitten. En nu hebben we nog 60% dierlijke eiwitten. Dus we gaan flink minder dierlijke eiwitten eten en veel meer planten. Wat zou dat betekenen voor zijn bedrijf? Ja. En wat denkt u dat het gaat betekenen voor zijn bedrijf? Nou, het hangt vanaf hoe adaptief hij is. Ja, ja. Want waar komen die cijfers vandaan? Nou, wij hebben een landbouwmodel laten bouwen samen met heel veel andere partijen, inclusief allerlei partijen uit de sector. En daarin hebben we gevraagd van nou, wat zou er gebeuren als we proberen al ons eten van eigen grondgebied te halen en niet ook nog miljoenen hectares te gebruiken in Zuid-Amerika en Noord-Amerika, waar de Amazone onder andere voor gekapt wordt. Mm-hmm. Kan dat dan? En er komt uit, ja, dat kan. We kunnen alles hier zelf verbouwen voor ons, maar ook voor alle dieren die we nog over hebben. En zelf als voor de bouw, als we biobased willen bouwen. Maar dan hebben we geen enkel hectare meer over om ook nog iets te bouwen voor de chemie. Want die wil ook stoppen met olie. En dan hebben ze koolstof nodig. Waar komt dan die koolstof vandaan? Ja. Dus dat gesprek wil ik ook graag voeren. Want ja, iedereen roept nu in zijn eigen sector, we worden biobased. Maar als je het optelt, kan het in ieder geval zeker niet hier. En vinden wij, past het niet meer. Nee, en vinden we het dan gerechtvaardigd om miljoenen hectares elders te gebruiken voor onze koolstof? Gaan we dan bomen kappen in heel Europa? Het duurt gemiddeld 30 jaar voordat een boom weer groot is. Dus dat lijkt mij niet verstandig. Mm-hmm. Ik denk dat we daar onvoldoende over hebben nagedacht. Want als je het ministerie vraagt, waar halen jullie de koolstof voor de chemie dan vandaan? Dan zeggen ze reststromen. En in ons model blijkt dus dat die reststromen gaan dus naar de dieren om te eten en blijven op het land. Want we willen ook een circulaire landbouw. En je wilt de grond niet steeds verder verarmen. Dus er zijn geen reststromen. En de chemie is binnen de industrie de allergrootste uitstoter, maar ook de grootste gebruiker van koolstoffen. Dus die heeft het heel hard nodig. Waar komen die nou vandaan? Ik vind dat we daar nog niet over hebben nagedacht. En wel al roepen, biobased. Maar dat kan helemaal niet. Morgen dus, dan spreek ik hem. De topman van de Agrifirm, Dick Hoordijk. En dan gaan we hem ook de kettingvraag voorleggen. Dank voor de komst vandaag van Jan Minnesma, directeur van Urgenda. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekestein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.